wat bomen die verzwakt zijn, maar ook lantaarnpalen, zoals hier. Hier aan de linkerkant hangt er een paal volledig schuin. Dat is de locatie. Hier eindpunt Havendijk en aan de rechterkant dus richting Ter Hole. Zoals je daar kan zien, toch ook wel een redelijke gevaarlijke situatie. Ongelooflijke kracht terug, maar ja, het probleem is ook drie stormen na één en dan nog windstoten. Het is zonder opgehouden. Dat is hier ook nogmaals de druk van de wind op die lantaarnpaal. Hevige pieken tot 75 km/u, onvoorstelbaar.